Dat er nog altijd mensen zijn die dromen van de mogelijkheid om zich op eigen kracht door de lucht te bewegen is bekend. Maar dat de Engelsman John Potter zo droomt is op zijn minst een beetje eigenaardig. Want hij is in het dagelijks leven jachtvlieger bij de Britse luchtmacht. Toch is die achtergrond voor hem een voordeel, omdat hij in ieder geval voldoende weet van de wetten van de aerodynamica. Hij liet om zijn fiets het omhulsel van een soort zweefvliegtuig bevestigen, compleet met een cockpit. En toen hij flink begon te trappen, ging het zaakje zowaar een paar meter de lucht in. Toch hebben Potters vliegpogingen een zuiver commerciële achtergrond. Hij kan 10.000 Engelse ponden verdienen als hij meer dan 9 kilometer zo vliegt. Dan heeft hij namelijk het record van 1961 verbeterd. John Potter zal zich door de noodlanding zeker niet laten ontmoedigen. Want wat betekent één nieuwe fiets als er 85.000 gulden ligt te wachten?